Eichhorn. De perfecte plek om op te groeien. Iedereen rijk. Beleefd. Gemoedelijk. Iedereen doet zijn best om perfect te zijn. Koste wat het kost. Meiden van net 18 met neptieten. Jongens met een zilveren lepel in hun mond die alleen maar hun pik achterna lopen. Moeders met fillerverslavingen. En die vieze vaders die het allemaal aanmoedigen. Posthoorn is het type perfectie dat je alleen maar kunt erven of faken. Dus, als je aan me vraagt hoe ik me voel... Best wel super. Dus, niemand is goed in dit dorp. Is dat wat je zegt? Ik heb gewoon het gevoel alsof ik hier niet echt thuis hoor. En wie zegt dat? Ik moet gaan. Ik heb biologie het eerste uur. Ik was vorige keer te laat. Oh. Nou. Zie ik je donderdag weer? Ja. Vind je niet zonde? Wat? Je leven wijde aan tienerdrama. Nou, dag Alex. Tot donderdag. Joehoe. Hey, gorgeous. Hey. Ik ben fucking brak. Jij? Gaat wel. Maar het was het waard. Het was top gisteren. Oh. Dickface. Onder mij gebruikt het boek echt nooit. Dat kan je thuis laten. Het scheelt weer. Oké, graag gedaan, hè? Eigenlijk ben jij gewoon super cute, hè? Onder het stoere uiterlijk. Ja. ik moet naar bio. Zie ik je later? Vanmiddag. Moet je afspreken? Ik moet nog wel leren. Examens en zo. We kunnen samen studeren. Kan. Of niet? Ja. Chill. Ja, ik app je later, oké? Oké. Ewa Hutsane, Fakka Sleeswijk. Heb je al gehoord? Er is wel het iemand van die toren gesprongen, hè? Moet je kijken, Pien. Gast, het is de eerste uur, man. Ik ben brak. Hey. Ja. Weet Sabi het is? No, Sabi. Maar het is iemand van Scoro, zegt ze. Scoro, praat gewoon normaal, joh, idioot. Je bent de hele tijd zo, Scoro, nef wat, dit, dat. Praat gewoon Nederlands, man. Wat kom jij, jongen? Ik zweer het. Moet ik je tanden kop geven? Ik kop stoten, ik sta toch hier? Ik zeg, je staat hier, ja toch? Kom dan. Ja, geef dan. Ja, van Alex Iderma zijn we in ieder geval nog niet verlost. Maybe one day. Geluk, man. Kom dan, ik sta toch hier? Ik ga helemaal niks doen. Zit laat hem. Isaac, is er iets aan de hand? Ogenblikje, toch? Jongens? Jongens, mag het even stil worden? Even helemaal stil. Nee, we hebben helemaal geen les van u. We hebben een mededeling. Klas, ik heb heel verdrietig nieuws. Vannacht, na het schoolfeest, is Sefine Voorthuizen om het leven gekomen. De toedracht is nog onbekend. De politie doet momenteel onderzoek.
Nou, welkom to my crib. Een tijdelijke crib, natuurlijk. Ja, ik was benieuwd. Naar mij? Ja, naar jou. Deze plek. Alles. Oh ja, er kakken hier geen mensen in de goot zijn of zo, hoor. Iedereen is best normaal. Ik had wel zo'n witte kamer verwacht, maar van die zachte muren, weet je wel? Nee, helaas. Sorry. Het spijt me als ik misschien een beetje bot was na het Halloweenfeest. Ik hoop niet dat dat is waarom je gesprongen bent. Wat? Nee, 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 tuurlijk niet. Nee, het was van alles. Fucking poststorm. Ja, ik ga weg naar de eindexamens. Dat is gewoon zoveel geluld. Ja, ik wist niet dat er überhaupt iets in haar hoofd kon omgaan. Ik bedoel alleen maar, of all people had ik het echt niet verwacht van sexy Safien. Gecondoleerd. Ze was jouw beste vriendin, toch? Dat lijkt me best heftig. Ik hoef je pity points niet. Er is al onderweg. Kom. Kijk eens. Een kopje thee. Camille. Mam, serieus. Ik denk dit echt nooit. Daar word je rustig van. Drink nou maar op. Hoezo komt papa eigenlijk naar huis? We gaan even langs bij de familie Voorthuizen. Het is belangrijk dat we er nu voor ze zijn. Holy fuck, mam. Daar zitten ze echt niet op te wachten. Geloof mij, Alex. In zulke tijden heb je elkaar hard nodig. Zelfmoord, arme kind. Als het zelfmoord was. Hè? Ja, Safien was super populair. Ze was bijna klaar met school, had plannen voor de toekomst. En dan springt ze van een toren. Nou, zo zie je maar, hè? Je weet nooit precies wat er in iemand omgaat. Ik zat te denken, misschien kunnen we deze week even langs bij dokter Kerkhoven. Ik zit toch al bij de schoolpsycholoog? Dat gaat echt prima. Hé, mam, ik ga echt geen zelfmoord plegen alleen omdat een klasgenoot dat heeft gedaan. Ik kan voor mezelf denken. Oké. Maar als die donkere gedachten weer opkomen, dan moet je dat meteen zeggen. Ja, tuurlijk. Hé. Die tijd is voorbij. Oké? Oké. Je vader. Nou, haal jij de overschotel uit de koelkast. En rechtop houden in de auto. Schat, heb jij die wijn nog meegenomen? Wijn? Ja, die Marceau. Ach, Joff, dat heb ik al 2 keer gezegd. Mam, hun dochter is dood.
Het maakt ze echt niet uit welke wijn we bij ons hebben. Hé, hey, ze heeft nog een story online staan. Zo gek. Wow, Olaf, kijk, je staat er ook op. Kun je even 2 seconden zonder je telefoon? Jezus. Geen gevloek. Gast, kijk even naar je eigen vader. Maya, hou op. Oké. Cent. Oké, Maya, liefie, wil jij zo meteen alsjeblieft de bloemen uit de achterbak halen? Okay. Ja. Heb jij bloemen meegenomen? Ja, natuurlijk, schatje. Ik zou toch nooit zonder iets mee te nemen hier naartoe gaan. Maya, dat décolleté. Dit is toch niet het moment om een statement te gaan maken? Daniel. Kom hey. Leert, hè? Kom leert. Kom leert. Kom leert. Nou, Maya, kom op. Welgemeend gecondoleerd. Eens gelijks. Nou, fijn dat jullie er allemaal zijn. Ja. Joff, Elif, ik heb je mail ontvangen hoor, maar... Ah, nee, hoor. Komt op een ander moment. Het is goed. Op. Zullen we gaan? Ja. Wel een beetje vriendelijk zo, het is wel mijn baas. Lieve schat. Nou? De S van 6-WWO. De wat? De slet. Op school werd ze de slet van 6-WWO genoemd. Dat krijg je met zo'n vrije opvoeding. Ik zag haar ook nooit in de kerk. Alex, lieverd, wil je zo even een bordje naar boven brengen? Waarom rook jij niet gewoon normaal? Het is gezonder. Goed genoeg voor Katy Perry, goed genoeg voor mij. Ja, gezonder. Wat is jouw probleem? Mijn probleem? Je staat in de tuin van je dode ex. Kan er niet iets meer emotie vanaf? Wat zou ik moeten doen dan? Huilen? Bijvoorbeeld. En waarom zou ik? Omdat ze de liefde van je leven was. De vijfde, ja. Hey, Sef, die deed het met iedereen, hè? Vooral maar aan haar. Idema, waarom besluip je mij? Nou goed, nu je er toch bent. Jij had toch een crush op Sef? Nee? Was het iemand anders tong in haar mond op het Halloweenfeest? Nou, eigenlijk was het haar tong in mijn mond. Ik zei het toch? De slet van 6-VWO. Wat bedoel je precies? She owned her nickname. Je klets uit je nek. Ze haatte die naam. Ja, tuurlijk. Het heeft ze mezelf verteld. Dream on. Nou, misschien durft ze niet eerlijk te zijn. Tegen haar backstabbing BFF. Hou je bek. Kutwijf. Je liegt. Waarom zou ik? Hmm.
wonder if I should tell you not to wait. Hey Lex, heb je misschien zin om zo nog wat te doen? Doen? Wat dan? Ja, weet ik veel, naar de film of zo. Een beetje afleiding. Misschien draait er wel iets leuks. Ze heeft nog geen behoefte aan een film, denk ik, Daniel. Oh, jij zegt tegen mij dat ik iets moet ondernemen. Ja, een wandeling of ja, iets, kom, iets waar je samen allemaal even rustig kan. Niet gauw iets goed doen. Dit gaat niet om jou, Daan. Dit gaat om Alex. Oké. Okay. De film. Het klinkt goed. Doen we, Bob. Leuk. Nee, liefie, dankjewel. Gooi ons maar. Zal ik anders rijden? Ja, ja hoor. Dat is een serieuze vraag. Ja, ga nou maar zitten. Wat denk je zelf? Hoezo? Dat mocht vroeger ook altijd. Ja, dat mocht vroeger ook. Maar dat was voordat... Ja, weet ik veel. Sorry. Voordat wat? Nou ja, gewoon voordat het gebeurde. Voordat ik gek werd. Nee. Laten we dit nou niet doen. We hebben een hele gezellige avond gehad. Waarom? Hé. Hey. Ik ga wel lopen. Hey, Alex, kom op. Alex, hé! Hey. Alex. Laat me los. Stap in de auto. Pap, laat me los. Stap gewoon in de auto, nu. Hey, hoe was de film? Wat is er gebeurd? Heb je al een stukje geschreven voor het jaarboek? Nou, slacker. Wil je dan ook meteen een stukje schrijven voor Sophien? Iedereen doet iets. Heel fijn. Willen alle examenklassen zich melden in de aula? Hebben jullie het toch gezien of niet? Wat maakt het ook weer? Die naaktvideo van die dode chick. Naakt? Is het naakt? Ja, kijk. En laat die shit. Ik weet het zeker, dat ze echt zo'n hemels saffig poesje hebben. Hé! Hé, vuile bitch, doe die fucking deur open, man! Hé, hey, druk, doe open! Kom nou. Hé, hey, open die fucking deur dan! Hé, hey, doe die deur open! Kom op, ik heb les. Wat de fucking mietjes, zeg. Hé! Hé, hey, ben je gek of zo? Van wie heb je dit? Niemand. Niemand? Nee. Ik ken hem van Jos. Uit de groepschat. Uit de groepschat. Mooie telefoon. Is die waterdicht? Volgens mij wel. Mooi. Oh. Fuck. Hey Alex, als je verder geen interesse hebt, zeg het dan gewoon. Sorry, het is nogal wat gedoe gisteravond. Oké, okay, dan hou ik nog heel even vol. Maar niet te lang, anders voel ik me zo'n loser. Zullen we achterin gaan zitten? Kunnen we halverwege wegsneaken. Wist jij dat er een seksvideo van haar rondging? Haar? Ja. Sophie bedoel je? Ja, dat is toch fucking weird? Er gaat een seksvideo van haar rond en opeens is ze dood. Een seksvideo?
Nou, verbaast me ook weer niet echt. Want? Nou, ik bedoel gewoon... Waarom heeft hier iedereen altijd meteen een oordeel? Heb ik een oordeel? Ja. Het klopt gewoon niet. Ze vindt niet al plannen na de examens. Hoe weet je dat? Ze kon niet wachten om weg te gaan uit deze poppenkast. Ja, ik toch ook. Na de examens zijn we allemaal weg hier. Hey, fuck die Sevien. Het is heel zielig, maar ze was zelf ook niet bepaald een engel. Nee, Alex, zo bedoel ik het niet. Heer, wees haar barmhartig. Reinig haar van zondesmet. En mogen zij weldra verschijnen bij het licht van uw heilig aanschijn. Heer, geef haar ziel de eeuwige rust. En mogen het eeuwige licht haar verlichten. Opdat zij mogen rusten in vrede. In naam van Jezus Christus. Amen. Amen. We begrijpen dat jullie zwaar geraakt zijn door het feit dat een medeleerling die in de bloei van haar leven zo'n verschrikkelijke keuze heeft gemaakt. Het politieonderzoek is inmiddels afgerond, maar mochten jullie vragen hebben of ergens mee zitten, dan kun je altijd terecht bij mevrouw de Graaf en bij mij. Om gezamenlijk afscheid te nemen van Josephine Voorthuizen is er morgen een herdenkingsdienst bij de vuurtoren. Bij Kech! We hopen dat jullie allemaal komen. Verder gaan de examens gewoon door, volgens de geplande data. Wat? Hoezo? Met het bestuur is afgesproken om jullie allemaal een extra uur te geven bij ieder examen. Wow, lang leven de slet! Hou je bek eens! Mevrouw Idema. Ga zitten, joh. Jongens. Spreng al zelf mee, Fred. Hoe dit? Jongens, ophouden nu. Dit kan echt niet. Jullie zijn zulke fucking domme schapen. Het populairste meisje van de school springt van een toren. De politie zegt zelfmoord en het leven gaat gewoon door? Stilte. Jullie noemden haar de flat van 6 VWO. Serieus? Mevrouw Idema. Omdat ze met een paar mensen gezoend had? Paar. Omdat ze te mooi voor je was? Te vrij? Te anders? Is dat hoe het anno 2021 nog steeds werkt? Hè, filmpjes van haar rondsturen, maar stiekem in jullie badkamers op te kunnen rukken en haar ondertussen belachelijk maken? Jullie hebben haar de dood ingedreven. Mevrouw Idema, u gaat nu zitten. Nee, dat ga ik dus niet. Jullie zijn allemaal schuldig aan haar dood. En ik ga het bewijzen. Oh my. Hide your wives, hide your children. Oh. Zo kan die wel weer. Ik begrijp dat het voor een kind nogal confronterend is als een klasgenoot je zelfmoord pleegt. Als het zelfmoord was. Hi, ik ben Sherry. Ja, een klasgenoot.